even op. Ja. Is dit hem nou? Dit is hem, de ballen. Ja, de ballenmenu. De gouden bal van Haalswijk is dit. Een zelfgemaakte bal gehakt. Nou, dan gaat er een lekker bakje, een beetje salade bij. Toch geen vitamines? Ja. Ja, dan gaan we een beetje lekker die zaagzaad erbij. Heerlijk zo. En waar is die bal nou? Die bal die zit erin. Je moet even, het friet komt ook aan. Er zit een lekker posse friet bij. Oh. Marjolein, wat is het nou voor actie? Een ballenactie. En we gaan alle ballen verzamelen. Dat doen we in Oostgeest heel graag. Omdat we de horeca willen steunen. De winkeliers steunen we met elkaar. En we willen Oostgeest graag een vitale gemeente houden. Dus de bedoeling is dat mensen lekker de ballen verzamelen. Er zijn heel veel verschillende. Een visbal, een bal met enorme pikante ingrediënten. En dat betekent dat het leuk is voor ieder wat wil. Voor ieder zijn beurs. Want het zijn verschillende prijsklassen. En er is voor het publiek wat te winnen. En voor de ondernemer. Een trofee. Voor degene die het meeste like zeg maar, vanuit het publiek krijgt. Voor de lekkerste bal. Voor de lekkerste bal, die het meest populair is. En het publiek kan heel leuk zelf zeggen van, nou die wil ik graag. Of die vind ik leuk. Met een mooie foto. En die krijgen ook een mooi Oostgeest pakket. Dus daar zullen kerstballen bij zitten. Hè? Zo blijven we in de sfeer van de ballen. Hier liggen ze, hè? Ja, die zijn koud. Hier zitten ze, kijk. Ze zijn lekker puttelen. En wat denk je? Maak je kans op de trofee? Ik moet al 30 jaar maken, zelf een ballen gehad, dus het is zo. Appeltje-eitje. Appeltje-eitje, ja. Balletje-eitje. Appeltje-balletje, ja.